De fractieleider van de NPS, Gregory Rusland, heeft gisteren in Den Haag kanttekeningen geplaatst bij de ontwerpwet invoering rij- en voertuigenbelasting. Deze wet wordt opnieuw ingevoerd als maatregel om de economie van ons land beter te laten functioneren. Ook is het een inkomstengenererende maatregel voor de regering. Rusland vroeg zich af hoeveel de government take in 2010 was en hoeveel het nu is. Hij vroeg dit naar aanleiding van het betoog van de voorzitter van de commissie van rapporteurs, Amzat Abdul, die het had over de illegaliteit van de government take. Als de government take illegaal is, maar het wordt geheven op dit moment, en we praten nu over de invoering van rij- en voertuigenbelasting. Ik kan me herinneren, omdat ik er toevallig bij zat als minister toen, van natuurlijke hulpbronnen, dat wij de rij- en voertuigenbelasting onderdeel hebben gemaakt toen van de government take. Prachtig, u heeft een wet voorbereid. U gaat meer geld halen bij het volk. Ik hoor extra 82 miljoen. Betekent het dat die 82 miljoen die u nu gaat halen, op de tweede manier, op nog een manier bij het volk, dat u dat ten laste gaat brengen van de government? Betekent het dat wij dus minder aan de pomp gaan betalen voor onze benzine? Omdat u dan nu dat vervangt met een legale manier van het halen van het geld bij het volk? Commissievoorzitter Abdul zei dat hij zich in grote lijnen terug kan vinden in het wetsontwerp. Volgens hem is rij- en voertuigenbelasting een rechtvaardige belasting die internationaal wordt geheven. Abdul presenteerde enkele cijfers die volgens hem aantonen waarom het belangrijk is om deze belastingmaatregel in te voeren. Het investeren in infrastructuur waarvan alle rij- en voertuigenhouders, eigenaren, gebruik maken, is een heel kostbare zaak. Toch doen regeringen dat. Daar elke regering zich ervan bewust is dat infrastructuur de basis vormt voor de ontwikkeling van de economie en het land. Zonder infra kan een economie zich niet ontwikkelen. Ik heb hier een overzicht van wat de regering Boutersche vanaf 2010 heeft geïnvesteerd in infrastructuur. Ik heb informatie opgevraagd van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Het gaat hier, voorzitter, slechts om twee zaken. Ik benadruk, het gaat hier slechts om twee zaken. Onderhoud van wegen en aanleg, verbetering van wegen. Abdul gaf verder aan dat in 2010 een bedrag van 8,9 miljoen is uitgegeven aan het onderhoud van wegen. Voor de aanleg en verbetering van wegen is er 209 miljoen besteed. Deze bedragen zijn ten laste van de begroting afgewikkeld. Voor dit jaar is tot nu 71,8 miljoen besteed. In totaal heeft de regering Boutersche voor dit jaar aan onderhoud, aanleg en verbetering van wegen 2,7 miljard uitgegeven. De wet rij- en voertuigenbelasting is goedgekeurd met 28 stemmen voor en 9 tegen.